Anne-Luc Sollard en Francis Kenter zitten bij ons aan tafel. Vanavond is de film Rauwer van Anne-Luc in première gegaan bij het ITVA, het internationaal documentaire. Morgen gaat hij in première. Wij besteden er vanavond al aandacht aan. Kun je nagaan hoe snel we er eigenlijk weer bij zijn. We doen dat overigens de hele week, aandacht besteden aan films die bij het ITVA draaien. Francis, misschien moeten we met jou even beginnen. Ik mag wel jou zeggen. Jij eet alleen maar rauw voedsel. Wat is de gedachte daarachter? De gedachte erachter is dat als je voedsel boven de 40 graden verhit, dat daar dan toch lichaamsvreemde stoffen bij vrijkomen. Je zou ze carcinogenische stoffen kunnen noemen. En dat die uiteindelijk... Er zijn verschillende manieren om te kijken naar waarom rauwe voeding zou kunnen werken. En dat heeft dan te maken met dat je lichaam minder belast. Dat het makkelijker te verteren is. Dat het lichaam alkalisch houdt. Het menselijk lichaam moet een bepaalde zuurtegraad hebben. En die moet dan alkalisch zijn. En gekookt eten kan dus veroorzaken dat het lichaam te verzuurd raakt. Hoe lang doe je dit al? 10 jaar. Kun je een voorbeeld geven gewoon van een gemiddeld ontbijt? Gemiddeld ontbijt. In Tom's geval zou dat een fruitsmoothie zijn. Sinaasappelsap, banaan, blauwe besjes, frambozen, aardbeien. Zoiets. Een beetje chiazaadjes. Wat zijn dat? Chiazaadjes. Dat is voor Tom heel belangrijk omdat er heel veel goed opneembare calcium in zit. In tegenstelling tot de calcium die in zuivelproducten zit. Tussen de middag? Tussen de middag. Ja, weet je, zoals andere mensen boterhammen eten, zo drinken wij smoothies. Dus heel veel smoothies? Heel veel smoothies, op het moment. Maar ja. het, als je kijkt naar hoe wij 10 jaar geleden begonnen en hoe het 5 jaar geleden was en hoe het nu is, dan verandert het constant. En s'avonds? S'avonds, ja, dat zou een salade kunnen zijn. Of het hangt er maar net vanaf hoeveel honger we hebben en waar we trek in hebben. Het zouden wat crackers kunnen zijn. We maken niet echt veel gourmet rauw eten. Gourmet rauw eten is waarbij je dan met rauw eten gekookt eten nabootst. Mm-hmm. Bijvoorbeeld door een courgette in dunne stripjes te schillen. Dat je een soort van spaghetti krijgt waar je dan een rauwe tomatensaus in toevoegt. Rauwe vis? Het zou kunnen. Maar? Ik denk ten eerste dat vis eten helemaal niet meer verantwoord is. Omdat er door al het plastic in de zee veel te veel hormonen dus in zitten. Jullie eten geen rauw vis. Nee. Dus het beperkt zich eigenlijk tot fruit, groente en noten, geloof ik. Ja. Hè? Ja. Anne-Luc, hoe ben jij Francis op het spoor gekomen? Ja, ik ben wel een alleseter. Dat kwam eigenlijk inderdaad doordat ik zat te eten met vriendinnen in een restaurant. En dat was een Argentijnse barbecue met heel veel vlees. En dus eerst kwam de biefstuk en daarna ook nog de ossehaas en daarna ook nog worstjes. Dus toen gingen we ons vanzelf afvragen, we hadden ook nog wijn erbij, of dat dan wel gezond is eigenlijk allemaal. En toen zei die ene vriendin die lesgeeft op een lagere school van... bij mij zit een jongen op school, die mag helemaal niks. Die mag alleen maar groenten, noten en fruit. En toen dacht ik, hoe doet hij dat dan? En toen heb ik aan die vriendin gevraagd of zij Francis wilde bellen. En zo zijn we met elkaar in contact gekomen. Ja. Tom, jij was die jongen op school, hè? Waar het dan over ging. Ja. Wat nam jij mee naar school voor tussen de middag bijvoorbeeld? Meestal gewoon fruit. Ja? En ja. Wat vonden de klasgenoten daarvan? Vonden ze dat raar? De lagere school eigenlijk helemaal niemand. Zei niemand eigenlijk ooit dat van iedereen die... Ja. Maar op de middelbare school wel meer. En wat zeggen ze dan? Ja, gewoon vragen waarom en hoezo, dat soort dingen meer. En zeggen ze dan ook wel eens, wil je wat proeven wat ik mee heb genomen van huis? Ja, soms wel, soms niet. Hangt er vanaf wat ze er zelf van denken. En doe je dat wel eens? Eet je wel eens iets waarvan je denkt, dat zeg ik maar even niet tegen mijn moeder? Nee, ik eet niet altijd 100% rauw. Ik eet soms wel eens iets buiten of zo. Patat? Nee, meestal niet. Een kroket? Heb je wel eens een patat gegeten? Ja, dat wel. Of een kroket? Nee. Frikadel? Nee. Nee? En daar heb je ook geen behoefte aan? Nee, niet echt. Nee. Soms wel, soms niet. Maar als je het wel hebt, doe je het dan of doe je het dan niet? Hangt er ook vanaf wat ik... Ja, weet ik niet altijd. Soms wel, soms niet. Hangt er vanaf waar ik dan op dat moment over nadenk of wat ik op dat moment wil doen. De eerste documentaire die je gemaakt hebt, want dit is de tweede, die heet Rauwer. De eerste heette Rauw. Ja. En die had wat gevolgen voor bijvoorbeeld Francis en Tom. En dat is te zien in die tweede Rauwer. Daar gaan we even naar een fragment kijken. Want ze gaat tot nog toe steeds vanuit dat ik degene ben die jou oplegt om rauw te eten. En die jou ervan weerhoudt om iets gekookt te eten.
En als jij zelf zegt, ik wil niet gekookt eten, en zij zeggen van, ja, sorry, Tom moet iets gekookt eten, want hij groeit niet snel genoeg, dan wordt het helemaal een interessant vraagstuk. Er kwam naar voren dat het dieet echt veel te weinig energie bevatte. Er zit echt ver onvoldoende eiwit in het dieet. Het kalkgehalte, het calciumgehalte was ook heel zorgelijk. En het vetgehalte, met name ook specifieke onderdelen van vetten, ontbraken echt geheel aan het dieet. Dat kan hele ernstige gevolgen hebben voor je groei en ontwikkeling. Nou, in zijn geval was dat heel duidelijk aan de lengtegroei te meten. Maar het heeft natuurlijk ook met je ontwikkeling, je hele lichamelijke ontwikkeling te maken. Dus je rijping, je puberteitsontwikkeling en de ontwikkeling van je brein. He, zijn groeicurve ziet er eigenlijk uit, kun je vergelijken met een kind wat ernstig ondervoed in Afrika woont. Ja, daar moet je van schrikken, Francis, als je dat hoort. Als een dokter dat zegt over jouw kind. Ja, eigenlijk wel. Maar als je al 10 jaar lang de verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid in handen hebt en eigenlijk nooit meer bij doktoren komt en gewoon gewend bent om zelf over dingen na te denken en zelf met oplossingen te komen, dan vraag ik me af waarom de doktoren... Kijk, ik probeer mezelf absoluut niet als expert voor te doen. Ik zit hier niet om jullie te vertellen dat ik het allemaal helemaal geweldig doe en dat jullie het allemaal verkeerd doen. Ik zit hier als moeder met een heleboel vragen waar ik geen antwoord op krijg. En wat ik bijvoorbeeld niet begrijp is dat uit het eerste onderzoek bij het AMC kwam dus al naar voren dat Tom te weinig IGF-1 groeihormoon produceert. Tom is ondertussen de puberteit ingegaan en hij groeit. Niet zo hard als zijn leeftijdgenoten. Die schieten op dit moment, als je in het voetbalteam kijkt, die schieten echt als paddenstoelen de grond uit. Ja. Maar Tom groeit wel. En... Maar er is ook niet gezegd, hij groeit niet. Maar nee, er is wel gezegd, maar hij heeft te weinig Tom, eiwit, kalk, vet. Ja. Hij blijft achter. Ja, daar kun je allemaal vraagteken. Ik bedoel, ondervoed, weet je. Een kind dat barst van de energie. Een kind dat ik bedoel, om dan te zeggen dat een kind ondervoed is, ik vind dat echt een. Maar het is toch een teken dat als het kind onvoldoende groeit, dat er iets niet goed is. Ja, maar wie bepaalt er dan wat voldoende groei is? Weet je, Nederlandse kinderen die groeien sinds de Tweede Wereldoorlog steeds langer. Iedere generatie wordt langer en worden ze gezonder. Nee, maar er is nu in dit verband is er een relatie gelegd tussen het voedsel en de gebrekkige groei. Ja, maar, ja, oké. Dus u bent er de oorzaak van dat die gebrekkige groeit, want u geeft hem dat voedsel. En u bent verantwoordelijk. Ja. Toch? Ja. Tom, wat vind jij daarvan? Waarvan precies? Nou, van het feit dat zo'n dokter zegt, je hebt te weinig eiwit, je hebt te weinig kalk, je hebt te weinig vet. Dat is slecht, omdat je daardoor minder snel groeit. En het is ook slecht voor dingen die niet direct zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld je brein, werd ook genoemd. Dat lijkt me toch een behoorlijke... Ja, wel, zou ik nou zeggen. Maar ja, ook weer niet. Het is... Ja, je hoort het toch van de hele tijd van twee kanten. Dus van je moeder en ook dan van een dokter, dan weet je ook. Dus dan weet ik ook helemaal niet wat ik 100% zeker moet geloven. Dus nee. Ik weet het zelf ook niet 100% zeker. Dus. Goed, als uw zoon zegt ik weet het niet 100% zeker, wat eerlijk gezegd mij de meest logische positie neemt die je als kind in kan nemen. Moet je dan niet misschien ook iets beter luisteren naar mensen die daarvoor gestudeerd hebben, die dokter zijn, die voedingsdeskundigen zijn, die zouden die niet misschien gelijk kunnen hebben en verwaarloos je niet je kind? Zal ik heel cru zijn? Dan denk ik dat doktoren absoluut geen enig idee hebben waar ze het over hebben. Ik denk dat doktoren voorkomen via op een verkeerde manier hun studie ingaan. Het is allemaal gebaseerd op de leer van Pasteur. Pasteur die stelde dus een aantal eeuwen geleden dat bacteriën die komen het lichaam binnen, die veroorzaken daar ziekte. En tegelijkertijd met Pasteur leefde er een man die heette Paul Béchamp. En die zei van nee, het zijn niet de bacteriën die het lichaam binnenkomen, het is het terrein. En daarmee bedoelde hij eigenlijk het bloed. Wat ik net al eerder zei, het bloed moet alkalisch zijn. En hij zei, als het bloed alkalisch is, dan kunnen de bacteriën binnenkomen wat ze willen, maar daar worden we niet ziek van. Hey, Anne-Loek, sorry dat ik even naar Anne-Loek ga, want je hebt contact gelegd met Francis. En ben je gaandeweg begrip voor haar gaan opbrengen of juist het tegendeel? Ja, ik heb op zich wel begrip voor Francis, maar voor mij is het gewoon heel simpel. Als een dokter uit het AMC, een gerenommeerd kinderarts, zegt van dit kind is ernstig ondervoed, dan is hij in mijn ogen ondervoed en dan moet dat dieet aangepast worden. En zeg je dat dan ook tegen Francis? Ja, tuurlijk. Francis weet ook dat ik daarover denk. Maar het heeft, mijn voornaamste taak is dat ik een film over haar maak. Dus het heeft niet zoveel zin om elke draaidag in discussie te gaan. Niet elke draaidag, maar je kan zeggen,
Je hebt ook een neem ik aan, iets met Tom opgebouwd. Dat je daarvoor wil opwerpen. Dat je zegt, ja, je hebt zelf ook kinderen van die leeftijd. Ja. Dit kan zo niet langer. Nou ja, dat kan. Nee, ja, ik zeg gewoon, wij hebben een heel vreemde relatie. We zeggen gewoon één keer heel goed tegen elkaar wat we ervan vinden. En daarna is het klaar. En daarna, ja. Is het een. Kun je je voorstellen. Kijk, ik lijkt mij dat het toch een experiment is wat je met je kind doet. Dan kan ik ook omdraaien. Je kan ook zeggen dat alle andere mensen die met voeding bezig zijn, die gaan ze naar de dierentuin. En kijk wat er voor de dierenverblijven staat. Dit dier heeft een speciaal dieet. Niet voeren alsjeblieft. En ga dan naar de oppassers van de chimpansees en zeg: mag ik jouw chimpansees één keer per week pizza en energiedrankjes geven? Nou, dan slaan ze steil achterover als je hun kostbare beesten zoiets zou willen geven. Maar er is niemand die erachter probeert te komen wat die voedingsstoffen met ons doen. Er is niemand die ons beschermt tegen dingen die misschien net zo kwalijk voor ons zijn. Dus in mijn ogen is wat de meeste mensen hun kinderen te eten geven, is een groter experiment dan een kind zijn natuurlijke voeding geven. Maar dat is de manier waarop ik er tegenaan kijk. U heeft natuurlijk niet alleen een verantwoordelijkheid over uw eigen leven, maar vooral ook dat over uw kind. Absoluut. En in die zin bedoel ik absoluut. Een experiment met je eigen kind. Ja, ik vind het woord experiment vind ik dan wel heel grappig gekozen. Want ik denk dus dat de meeste andere mensen een experiment met hun kinderen aan het uitvoeren zijn. Maar u bent onder de. Ga je gang. U baseert zich in ieder geval op uw eigen ervaring. Hè? Absoluut. Maar er is natuurlijk een heel groot verschil tussen iemand die volwassen is en iemand die in de groei is. Hè? Want dat is waar deze dokter op doelt. Hè? Ja. Dat je. Je komt in vetoplosbare vitamines, stoffen tekort die onder andere voor het brein zorgen. Dus dat wordt een tekortkoming, dat kan ik u verzekeren. Ik ben geen dokter, maar dat weet ik er nog wel van. Dus daar zit een verschil. En verder die theorieën over Pasteur en dat bloedalkalisch en zo. Nou, ik denk er iets van te weten, maar het is echt onzin. Dus u baseert zich ook op dingen die gewoon niet waar zijn. En ik denk ook dat daarmee de kinderen echt tekort wordt gedaan. Nou, de dokter uit het Slotervaartziekenhuis, waar Francis een second opinion heeft gehad, die zegt inderdaad ook wat jij zegt, dat voor volwassen mensen rauw eten nog best wel gezond is. Je kan er dingen mee voorkomen, zoals hart- en vaatziekten. Maar voor een kind in de groei, die heeft gewoon iets anders nodig. Ja. Net zoals dat een baby gewoon heel veel vet nodig heeft. En op latere leeftijd heb je daar veel minder van nodig. Dus, dus nog even los van de vraag of het verstandig is of niet, komt er op een gegeven moment ook de samenleving om de hoek kijken. En die heeft daarvoor bijvoorbeeld een rechter. U belandde bij de rechtbank. Hm. Daar gaan we even naar kijken. Wilde jij nog iets zeggen tegen de mevrouw van de kinderbescherming over dat zij zich dus aan zorgen over maakt dat je bij zo'n moeder opgroeit? Nee. Begrijp je wat die mevrouw zegt? Dat ze zich er heel erg zorgen over maakt dat je bij mij opgroeit, dat je jezelf niet zou mogen kunnen uiten, dat je niet kunt zeggen wat jij wilt op het gebied van voeding en scholing en dat soort dingen, dat er niet naar je geluisterd wordt? Er wordt altijd aan mij gevraagd of ik het wel of niet wil. Ik heb ook zelf de keuze in het rauwe eten. En ik heb ook zelf de keuze in het thuisschool. En ik heb er alle twee voor gekozen, dus... Ja. Ja, was dat dan? Ja. De rechter heeft besloten dat Tom onder toezicht wordt gesteld. Wat betekent eigenlijk dat precies? Betekent dat er af en toe iemand komt kijken of het wel goed gaat? Ja, dat er af en toe een vriendelijke dame... Maar dat is niet gebaseerd op de voeding, hè? Nee, dat is gebaseerd op het feit dat u hem thuis houdt en niet naar school. Dat hij niet naar school gaat. En waarom mag hij niet naar school? Omdat het in de eerste plaats volkomen onmogelijk is om een kind van middelbare schoolleeftijd naar de middelbare school te sturen en te verwachten dat ze daar gezond kunnen eten. Dus dat hij niet naar school gaat, dat heeft te maken met dat hij daar verkeerde spullen zou kunnen eten volgens u? Dat was de eerste impuls inderdaad. Maar uw zoon moet naar school, want er is een leerplicht in Nederland. Ja. Maar die leerplicht dient niet alle kinderen. Dat is uw opvatting, maar het moet wel helemaal. Je kunt ook vinden dat je 186 km per uur mag rijden, maar dat mag niet. In dit geval geldt dat uw zoon naar school moet. Dus hoe gaat u daar mee om straks? Want op een gegeven moment wordt hij gebracht, denk ik. Nou, de bureau jeugdzorg die heeft dus nu gezegd dat Tom per 15 december niet ingeschreven staat op de school, dat ze hem dan uit huis gaan laten plaatsen. Ja. Maar goed, we leven... reden van het eten, want dat vind ik dan toch wel interessant. U zegt, hij gaat niet naar de middelbare school.
Omdat hij dan niet meer zou kunnen eten wat hij zou moeten eten in uw experiment. Of hoe u het zelf dan ook noemen wilt. Maar dat begrijp ik niet. Want hij kan dan toch ook zijn smoothies meenemen naar school? Ja, maar weet je, kinderen van die leeftijd die willen bij de groep horen. Juist. Die dus willen niet anders zijn dan andere kinderen. U bent eigenlijk gewoon bang dat hij dan dingen gaat eten die u niet wilt dat hij gaat eten? Nou, ik heb gewoon... Tom heeft 1 jaar op de middelbare school gezeten. En daar werd gewoon heel duidelijk dat het niet te doen was. Maar dit relativeert toch een beetje de vrijwilligheid die u suggereert? Dat hij zelf allemaal mag kiezen wat hij wel of wat hij niet doet. Maar hoe moeilijk moet je het een kind dan maken om te blijven eten zoals hij wil eten? Door hem te dwingen om naar een instituut te gaan waarin dat onmogelijk wordt. Ja, je kunt het ook omdraaien. Hoe moeilijk moet je een kind maken door hem thuis op te sluiten, zodat hij niet de kans krijgt om dingen te eten die hij misschien wel wil eten? Wie heeft het over thuis opsluiten? Nou ja, hij mag niet naar school. Hij gaat niet naar school. Ja, omdat u hij mag wel naar school, nee, hij gaat niet maar naar school. Maar omdat u dat niet wil? Ja. Nou ja. En er zijn met mij honderden ouders hier in Nederland en miljoenen ouders over de hele wereld die besloten hebben dat ze hun kind in Nederland hebben we daarvoor de leerplicht aangenomen. En de leerplicht. Democratisch besluit. Dus daar zult u zich aan moeten houden. U zei net, er is een kans dat Tom dan uit huis wordt gezet. Ja, zover laten we het natuurlijk niet komen. Wat gebeurt er dan? We hebben een optie om Tom bij zijn vader te laten inschrijven in Engeland. Waar homeschooling dus wel geoorloofd is en waar je geen eens toestemming voor hoeft aan te vragen. Waar als je naar informatie gaat zoeken... Maar dan gaat hij dus naar Engeland? Nee, dan zou ik hem in Engeland in laten schrijven. En dan gaat hij daar naar school? En dan gaat hij... Nee, dan krijgt hij gewoon thuisles. Maar dan omzeilt het eigenlijk? Ja. Tom, wat vind jij er nou van? Vind je het ongemakkelijk? Van de thuisscholen bedoel je? Nou, eigenlijk dit soort gesprekken, als je dat dan zo hoort. Wel en niet. Ja, wel niet. Ik moet zelf ook voor mezelf uitzoeken wat ik er precies mee wil doen. Zou je niet liever naar school gaan? Nee, eigenlijk niet, nee. Waarom niet? Ja, ik vind het fijner om de energie die ik erin zet om te leren ergens op te focussen wat ik zelf wil leren en wat ik zelf wil weten. En dat is een mogelijkheid als ik rauw eet, als ik thuis school doe en op school niet echt. Anneloek, het is een mooie documentaire geworden met een prachtig verhaal natuurlijk. Maar ja, het is niet afgelopen. Het is niet afgelopen. Nee, maar ik heb met Tom afgesproken dat we weer verder gaan filmen als hij volwassen is. En dat ik dan heel benieuwd ben of hij dan nog rauw eet. Of dat hij dan inmiddels gewoon ook andere dingen eet. Ja, dus je stopt een aantal jaren nu? Ja. Een jaar of 4, 5. Ja, nou, je weet het nooit helemaal zeker, want ik ben nu ook veel eerder weer begonnen toen ik hoorde dat dit allemaal speelde. Dus. Francis, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die bijvoorbeeld zelf kinderen hebben of wat dan ook, die ongelooflijk kwaad worden op hoe jij met je zoon omgaat. Merk je dat vaak? Het is heel erg in twee werelden verdeeld. Ik krijg regelmatig mensen aan mijn marktkraam die zeggen dat ze zouden willen dat hun kinderen wat gezonder aten, maar dat ze niet constant die strijd aan willen gaan. Oh, je verkoopt dit voedsel in een kraam? Ja, maar dan zit ik wel heel erg reclame voor mezelf te maken. Nou, dat vinden we dit dus niet. Ik denk dat het meteen een enorme toeloop zal zijn. Ik vind het wel leuk dat je dat vraagt, want dat had ik inderdaad graag nog even naar voren willen brengen. Dat er best wel veel ouders zijn die hun kinderen gezonder te eten willen geven. Maar dat die dat dus zo moeilijk vinden, omdat ze dan constant die strijd krijgen van kinderen die chips willen eten en dat dan niet mogen. Dat ik me afvraag waarom het ouders die het beste met hun kinderen voor hebben, zo moeilijk wordt gemaakt om ze inderdaad gezond te laten eten. En waarom al die voedingsmiddelen toegestaan worden in onze supermarkten zonder dat er iemand naar gekeken heeft of die voedingsstoffen ook daadwerkelijk goed voor ons zijn, weet je? Daar wordt heel veel geld mee verdiend. Ja, die ouders zijn natuurlijk helemaal niet verplicht om die kinderen chips te geven of cola of wat. Nee, maar weet je, als die kinderen tussen de middag bij de Albert Heijn chips en energiedrankjes kunnen krijgen wat alle andere kinderen drinken en eten, dan wordt het voor ouders heel erg moeilijk om daar tegen in te gaan. Goed, ouders, houdt u kinderen thuis. Maar er is wel een verschil tussen iets gezonder eten. Mm-hmm. En alleen maar rauwe groenten knagen. Dat lijkt me... Je zou in Amerika kunnen kijken naar topatleten die dus nu met rauwe voeding aan het experimenteren zijn. Ja, en tot de ontdekking komen dat hun prestaties daardoor verbeterd zijn. Nou, dat waag ik te betwijfelen. Dat een onderdeel maken van hun totale voedingspalet, dat kan ik me voorstellen. Maar het is zeker geen vervanging. Nee, je zit echt op de verkeerde weg. Maar ja, dat lijkt me ook duidelijk trouwens. Wij hebben genoeg gesproken hierover. Al was het maar omdat de tijd op is. Dank. Veel plezier morgen bij de echte première. Ja. Ben je er ook? Ja. Goed. Jij ook? Morgen bij de première? Ja. Oké. Doe je best morgen. Rob Zoutberg van...